Kom je. Ik heb een gesprek gehad met de trainer, met de keeperstrainer. En dat gaf een heel goed gevoel. Dus ja, de keuze is eigenlijk min of meer op gevoel gebaseerd. Heb je ook afspraken kunnen maken? Zo van, ik kom alleen maar als ik eerst keeper word? Ah, die afspraken zijn sowieso moeilijk, want je moet je altijd bewijzen. Maar ja, ik ben niet als derde of vierde doelman gehaald, zeg maar. Ik denk dat dit een mooie stap is voor mij en in mijn ontwikkeling ook. Voor hoeveel jaar heb je getekend? Ik heb voor 4 jaar getekend met optie voor nog een jaar, dus 5 jaar. Dan verbind je best wel lang aan deze club. Ja, inderdaad, maar Twente is ook een grote club, een mooie club. Speelt ja, laatste tijd voornamelijk bovenin mee. Dus dat is alleen maar mooi. Wat voor soort keeper ben jij? Ja, ik ben een beetje allround, denk ik. Veel hoge ballen, op zich wel redelijk op de lijn, coachend. Dus ja, redelijk allround. Nou, klinkt als heel ervaren en zo, maar je bent nog piepjong, toch? Ik ben nog 20 jaar, ik word deze zomer 21. Dus ja, in dat opzicht nog piepjong. Wat moet je allemaal gaan leren, volgens jou? Ja, ik denk dat je overal wel wat van kan leren. Kijk, hier zit Bosker is natuurlijk een ervaren keeper. Daar zal je ongetwijfeld veel van leren. Je komt bij een nieuwe club, bij een grotere club. Dus ik denk dat je overal wel van leert. Dat je met kleine stapjes overal van leert. Ja, nou liep je net het stadion in. Hoe is dat? Ja, sowieso een mooi stadion. Natuurlijk wat groter dan die van Volendam. Maar ja, ik denk dat het alleen maar een mooie uitdaging is. Afgelopen weekend met Volendam is het net niet gelukt om te promoveren. Dan heb je een baalweekend volgens mij. Ja, klopt. Nou ja, we hebben daar natuurlijk uit verloren. We daar met 3-0 voor de play-offs. Dus dan weet je dat je alle zeilen bij moet zetten om er thuis nog iets moois van te maken. En we hebben best aardig gespeeld. Alleen ja, we kwamen niet verder dan een 1-0. Maar dan neem je wel met een rotgevoel afscheid in Wezen bij Volendam om dan vervolgens de volgende stadion in te stappen en daar iets vruchtenvols te moeten ondertekenen. Is dat niet raar? Een beetje dubbel? Nee, we waren er eigenlijk vrij snel wel overheen. Vanmorgen hebben we nog even met z'n allen gezeten en daarna is de vakantie ingeleid. Maar dat heeft niet echt een dubbel gevoel. Ik heb het weten af te sluiten en dit is weer een nieuw begin. Ja, wat verwacht jij van het komend seizoen? Ja, ik verwacht dat we een goed team, goed voetballend team. En dat we wel redelijk bovenin gaan meedraaien. Nou, want jij hebt zelf zoiets van, ik vind dat wij bij de top 5 of 4 of 3 horen. Ja, het ligt natuurlijk ook aan wat er komt en wat er weggaat. Maar ik denk dat Twente als club altijd wel bij de eerste 5 moet eindigen, ja. Ben je niet bang dat het te vroeg komt al, dat je nog beter een jaar bij Volendam had kunnen keepen en dan deze stap had moeten maken? Nee, want mijn contract liep nog 2 jaar bij Volendam. Dus als ik dat gevoel had gehad, dan had ik nog een jaar bij Volendam gebleven en dan had ik hier niet getekend. Je zei net al over Sander Bosker, ervaren keeper. Kijk er nou uit naar die samenwerking? Ja, zeker. Ik denk dat ik heel veel van hem kan leren. En hij heeft natuurlijk veel ervaring. Uiteindelijk gekozen voor Twente. Heel leuk. Ja. Waren er nou heel veel clubs in de markt voor jou? Ja, er waren wel redelijk wat clubs in de markt voor mij. Maar ja, uiteindelijk is het eigenlijk allemaal om Twente gaan draaien. En na dat gesprek heb ik een heel goed gevoel eraan overgehouden. Dus ik had al vrij snel voor Twente gekozen. Nu vakantie, 26 juni beginnen? Ja. Dan heel hard werken. En dan heel hard werken, ja, laten zien wat ik kan. En dan zien we wel waar het schip strandt.